Prachtig. Zoals ik hier sta, om me heen kijk, wat een feestelijk beeld hebben we hier. Al die kinderen op de auto's, al de vaders en moeders, opa's en oma's die erbij zijn. De muziek, de gedecoreerde en dan een zonnetje erbij. Wat willen we nog meer op zo'n feestelijke dag? En de feestelijke dag, dat is het. Het is nu weer een paar weken geleden dat zijn de majesteit de koning ook hier in Nunspeet was. Hij bezocht Nestlé en ik mocht persoonlijk met hem kennis maken. En ik ben eigenlijk nog steeds onder de indruk van die kennismaking. De wijze waarop hij heel spontaan op een hele normale manier communiceerde met de mensen om hem heen. De betrokkenheid, de kennis van zaken die hij had, was gewoon indrukwekkend. En ik denk dat we met z'n allen trots mogen zijn dat wij in Nederland zo'n koning hebben. En van deze plaats wil ik ook zijn majesteit van harte feliciteren met zijn verjaardag en hopen dat hij nog vele jaren in ons land zijn rol mag blijven vervullen. Ik denk dat het heel belangrijk is voor onze democratie, voor onze staat, voor Nederland, dat we zo iemand in ons midden hebben. We kunnen dat niet genoeg waarderen. En vandaag is hij jarig. Jullie mogen in zijn plaats mij feliciteren, want ik vertegenwoordig hem hier in jullie midden. Dus ik voel me nu ook een beetje jarig, maar het is vooral de koning die we met, op deze manier zijn gerechtvaardigde plek in de samenleving proberen te geven. Ik zou ook iedereen willen vragen, geniet daar heel erg van. Het is hier gezellig, er wordt van alles georganiseerd. Het hele dorp ligt vol met kleedjesmarkten en dergelijke. Met z'n allen kunnen we er een hele feestelijke en gezellige dag van maken. En laten we dat ook met z'n allen doen. Zoals jullie gezien hebben, staan hier op het podium een hele groep mensen. Ik heb gisteren de gedecoreerden allemaal een lintje mogen geven. Toen hebben ze gevraagd van, jullie zijn van harte welkom om hier aanwezig te zijn. En iedereen is er. Fantastisch dat jullie dat gedaan hebben. En eigenlijk wil ik een applausje vragen voor deze mensen die zich zo ingezet hebben voor de samenleving. Heel goed, dank jullie wel. Dan heb ik nog één dingetje. Zojuist hebben jullie kennis gemaakt met een nieuwe voorzitter. Maar de oude voorzitter, Kees van der Streek, staat ook hier nog. En eigenlijk heb ik wel behoefte om Kees nog even naar voren te halen. Kom een stap naar voren, Kees. Jij hebt meer dan 40 jaar lang de rol van voorzitter bekleed. En zojuist stond ik even een beetje te praten en toen vertelde je even. Oh ja, vanaf mijn trouwen, in een van de eerste jaren van mijn trouwen, heb ik dat gedaan. En deze keer is eigenlijk de eerste Koninginnedag of Koningsdag die ik samen met mijn gezin kan doen. En ik was altijd druk om dit te organiseren. Dus ook voor Kees een hartelijk applaus voor het werk wat hij allemaal gedaan heeft. Nu is het zo dat we gisteren de lintjes uitgereikt hebben. En Kees heeft geen lintje gehad gisteren. En waarom niet? Hij had hem al. Vervolgens hebben we ook nog zoiets een mogelijkheid om een gedenkteken, een ereteken van de gemeente Nunspeet te geven. We zeiden, nou, Kees neemt afscheid, gaan we hem geven. Doken we in het dossier, wat bleek? Hij had hem al. Dus ja, dan houdt het op. Ik kan je geen lintjes meer geven, Kees. Dat lukt niet, want je hebt ze allemaal al. Maar om dan toch een blijk van waardering te doen, hebben we gezegd, we willen toch op zijn minst een bosje bloemen overreiken. En dat, die borst mag ik bij deze aan jou overhandigen. Ja, de woorden van dank schieten tekort, maar heel fijn dat je dat voor ons aan het samenleven gedaan hebt. Dank jullie wel allemaal. En dan denk ik dat het nu tijd is om de koning te feliciteren. Wie is dat? Ik zit even kijken hoe we dat doen. Ik denk dat we maar gewoon zeggen, hiep de piep hoera en dan drie keer over hoera roepen heel hard. Hè, voor onze koning. Dus hiep de piep. Hoera! 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 Dank jullie wel.